Cultuur in actie. We zijn er nog steeds met deze geweldige ketendemonstratie om aandacht te vragen voor de kunst- en cultuursector. Mijn naam is Ejwet Elmiloudi, programmamaker, presentator bij de NTR. Van onder andere De Nieuwe Maan en het programma Ejwet in de Top 600. Wat niet zo heel lang geleden is uitgezonden. Ik zit hier vandaag als iemand die dus ook actief is in de cultuursector. Maar ook als een 33-jarige jongen. Die is opgegroeid in Amsterdam-Oost. Destijds een hele multiculturele wijk. Ik had Surinaamse buren, Turkse buren, Marokkaanse buren. Het was een achterstandswijk. Er woonden veel mensen met lage inkomens, lage opleidingen. En wat ik heel veel om me heen hoorde was... Ja, kunst en cultuur is voor die rijke blanken. Dat is niet voor ons. Maar ondertussen was mijn Surinaamse buurman onderdeel van een brassband... En mijn Marokkaanse buurjongen, die was rapper. Of die wilde in ieder geval heel graag rapper worden. Oftewel, iedereen was heel erg bezig met cultuur... zonder dat ze daar bewust van waren. Cultuur, kunst en cultuur is overal en voor iedereen. Dat is de voornaamste reden waarom ik hier sta. En een andere hele belangrijke reden is... dat ik dus als mediamaker een heleboel mensen om me heen heb... een heleboel collega's die lijden... onder de gevolgen van de coronacrisis. En dan heb ik het niet alleen maar over de mensen die je in beeld ziet. Ik heb het niet alleen maar over artiesten, kunstenaars, presentatoren. Ik heb het ook over mensen achter de schermen. De schoonmakers, de beveiligers. De mensen die er na de uitzending van de Nieuwe Maan voor zorgen dat ik een hapje kan eten. De mensen van de catering. Al die mensen wil ik een hart onder de riem steken. En daar hoop ik jouw steun ook bij te krijgen. Ik ga in gesprek met een aantal hele leuke gasten. En ik begin met... een hele leuke kunstenares. Marielle Beek, welkom. Hi, hoi. Hoe gaat het? Nou goed, wij hebben de mazzel. Ik ben geen kunstenares. We maken tentoonstellingen met respect. Oh, het staat hier toch echt ja. Kunstenaar. Dus heeft een van mijn collega's dat geïnterpreteerd als kunst. Nou, het is ook een beetje kunst, maar meer toegepaste kunst. Wij maken tentoonstellingen, bedenken ze, ontwerpen ze en we voeren ze uit voor musea. Dus dat is wat we doen. En ik hield net een soort klein verhaaltje. En toen zag ik u een aantal keren ja schudden. Ja. Op welke momenten was u het met me eens? Iedereen die erachter zit. Want ik zit nu hier, maar achter mij zit een enorm team van 15 vaste mensen en misschien wel 100 ZZP'ers en andere bedrijven met wie wij al die mooie tentoonstellingen die in die musea zijn, maken. En u maakt dus prachtige tentoonstellingen voor onder andere musea. Laten we die mensen gewoon concreet benoemen. Wie zijn die mensen achter de schermen die niet altijd in de picture staan? Conceptmakers, inhoudsontwikkelaars, ontwerpers had ik al, de makers, de letterlijke makers van onze meubels, onze softwaremakers. De filmmakers, de gamemakers, de legger van de vloeren, mensen die onze natjes en droogjes verzorgen. Het is zo'n gigantisch team en samen doe je dat. En juist omdat je het samen doet, we hebben net Ecomare gedaan met Wonderen Wat, een tentoonstelling die deze week open gaat. Er zit een enorm team achter en dat is fantastisch om samen te doen. En dat zijn allemaal mensen die dus een probleem hebben als dit doorgaat. Een enorm probleem, ja. Ja. Ja, het is niet alleen dit probleem, hè. Ik heb ook wat beeld meegenomen. Nu is het corona, maar daarachter dreigt natuurlijk ook een recessie. Hoe je het ook bent of keert. En daarachter hebben we nog een probleempje, klimaatverandering. Ja. Dus er staat ons heel veel te doen. Dus actie is ongelooflijk belangrijk. En ik denk niet alleen voor nu. Al zit ik hier wel even voor nu met een actie. Ja, en die bezuinigingen in de culturele sector, die zijn er natuurlijk al een aantal jaren. Het wordt allemaal steeds minder. Subsidies worden steeds minder. Waren jullie eigenlijk al de afgelopen jaar bezig met het businessmodel aan te passen aan de nieuwe realiteit? Nou, wij zijn een commercieel bedrijf. Commercieel heet dat. Dus dat betekent dat wij een gezond bedrijfsmodel hebben ontwikkeld in de afgelopen 50 jaar. Want we komen van technisch theatergroep naar nu tentoonstellingsmakers. Dus dat hebben we op zich voor elkaar. En dat is ook heel belangrijk. Hè? Dus we doen heel veel verschillende dingen. Zodat we nu nog een beetje kunnen drijven van het een naar het andere. En dat gaat goed gelukkig. Maar ja, er moet wel wat gebeuren. Want er gaat nog iets meer komen. Samenwerking is ontzettend belangrijk. En waar ik eigenlijk hiervoor zit, als ik dat alvast mag zeggen. Het heet cultuur in actie. Ja. Dus ik heb ongelooflijk de behoefte om nu een actie te starten. Ik was bij het begin van de coronacrisis heb ik al mijn collega's gevraagd... wat wil jij van je salaris inleveren als het nog erger wordt? Het antwoord was 5-20% van het salaris wat ze krijgen... zouden ze willen inleveren om hun werk te kunnen blijven doen.
Dat vond ik heel mooi. Toen kwam ook die actie van doe mee met je AOW. Nou, vond ik echt geweldig, want dat is helemaal niet heel veel geld, die start. En toen dacht ik van waarom gaan wij in de kunst- en cultuursector, de mensen die genoeg verdienen, waarom brengen wij persoonlijk niet ook een donatie aan bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds. Die zijn bezig met een fonds voor de makers. En ik zou hier eigenlijk een oproep willen doen aan alle mensen die genoeg verdienen in onze sector. Ga nou, laat nou zien dat je persoonlijk betrokken bent en doe een persoonlijke donatie. Dus wat u eigenlijk zegt is, we kunnen heel erg om hulp schreeuwen. Ja. Maar het begint bij jezelf. Ja. Zet zelf die eerste stap. Ja. Nou, u mag voor mij meteen die oproep doen. Nou, ik deed het net al. Nou ja, ik zou het als heel belangrijk als zijn ook vinden. Concreet, wat moeten mensen doen? Waar kunnen mail mij, doen? Mail mij. Ik ga zelf €2000, ik heb het nu gezegd. €2000 is het starten wat ik zelf persoonlijk in ga zetten. En ik wil iedereen die genoeg verdient in de kunst- en cultuursector vragen. En met name in mijn eigen branche, de museumbranche. Om een flink bedrag aan te geven voor om aan te sluiten bij de Prins Bernhard Cultuurfonds. En dat dan voor de makers in te gaan zetten de komende tijd. Een mooi initiatief. Waarom denkt u dat met name het feit dat het vanuit de makers zelf komt, dat zo goed zal werken? Daar moet een gedachte achter zitten, hè? Jij zei net al heel terecht, ik wil niet alleen maar het ontvangen. Ik wil gewoon laten zien dat mijn betrokkenheid zo groot is. Ja, dat ik kunst en cultuur zo ongelooflijk belangrijk vind dat ik dit wil laten zien. En hoe kan je het beter laten zien dan zelf die stap maken? Je zei het heel terecht, ik kan maar klein beginnen. Weet je, dit is wat ik kan doen. En niet dat ik dat zo makkelijk kan missen, maar ik wil het doen ook om te laten zien naar andere branches dat wij zo'n ontzettend leuke, mooie branche zijn. En zo ontzettend van ons werk houden dat we dit willen doen. En niet alleen maar ons hand ophouden. Precies. Want er was natuurlijk een gigantische discussie rondom voetballers bijvoorbeeld. Die salaris moesten inleveren en in sommige gevallen ook weigerden. Dan heb je wel de schijn tegen je. Maar jij wil dus... Ik wil de schijn mee hebben. Ja, precies. Ik wil niet zoals de KLM-topman nog even de bonus toucheren. Maar zeggen, nee jongens, wij doen het anders. En dat begint bij cultuurmakers zelf. Ja. Hoe gaat de komende periode voor u eruit zien? We hebben net een hele mooie opdracht gekregen in deze tijd. Dus we hebben een kurkom op te drijven. We gaan een museum in Zwolle maken. Dus dat is hartstikke fijn. Maar alles gaat wel 30%, 40%, 50% trager en minder. Dus ja, wij zijn de broekriem aan het aantrekken. En u zegt net, wij zijn een commercieel bedrijf. En we hebben een heel gezond bedrijf. Is dat nog steeds zo? Ja. En wat zijn de prognoses voor de komende periode? Zeker 30% tot 40% minder van alles. Blijft het gezond? Is het hoe lang gaat het duren? Ik heb nu uitgerekend dat we nog een paar maanden door kunnen. Ik ben ongelooflijk blij, ook voor steun vanuit de overheid, het NOW-verhaal. Want dat maakt dat je kan zeggen, nou, ik heb nog een paar maanden om uit te zingen. Het wordt gewoon spannend. Het is continu opletten. Wat kan ik niet doen? Kansen pakken, je veranderen. We zijn heel erg bezig met duurzaamheid doorwerken. Hè? Omdat je weet dat er nog heel veel andere dingen hierna komen. En gewoon zorgen dat de mensen om ons heen, hè, dat schilletje, dat we die meekrijgen. En dat we die overeind blijven houden. Dus ZZP'ers die bij ons gewerkt hebben, die kunnen een werkvoucher krijgen. En dan proberen we met z'n allen naar die eindstreep te komen. En dan op een goede, duurzame manier de sector verder gaan. Doen. Ik vind het een heel mooi initiatief, met name omdat je dus mensen verantwoordelijk probeert te maken voor hun eigen, eigen daden, maar ook hun eigen werkveld eigenlijk. Ja. En daarnaast vind ik het ook heel mooi dat u eigenlijk mensen in de kunst- en cultuursector oproept om zelf bij te dragen en zelf mee te betalen. Ja. Dus ik steun het in ieder geval. Hoeveel? Dat gaan we nu... U bent wel heel ongeduldig vandaag, weet ik. Merkte ik al bij de aankondiging kunstenares. Maar geeft u me nog een beetje de ruimte? Een heel klein beetje. Ik hoor net dat ik nog 20 seconden heb. Gaat het lukken? Zeker. U zei het al. Namens hoeveel mensen zitten we hier? 115. Ja. 115. Nou, dan gaan we het opschrijven. Oké, dankjewel. Zou u dat willen doen? Zeker. Ja? Merci.